Van oudsher is riet een materiaal geweest dat gebruikt werd voor de vervaardiging van manden die dienst deden als verpakkingsmiddel. Daarvoor worden ze trouwens nog gebruikt, evenals hout. Op de verpakkingsbeurs 1953 in het Amsterdamse Rijgebouw zag men behalve deze min of meer klassieke emballages ook modernere, zoals bijvoorbeeld de plastic artikelen die steeds meer in zwang komen. Het aandeel van de moderne techniek in de verpakkingsmiddelenindustrie werd op de beurs op velerlei wijze gedemonstreerd. Naast de grote nietmachines waren er ook bijzonder kleine te zien in de vorm van een vulpen. De Nederlandse industrie was onder meer vertegenwoordigd met een volautomatische staalbandmachine die op vernuftige wijze een stalen band om de verpakking heen legt. Veel belangstelling trok ook de machine die van oude kranten en documenten papierwol maakt. Tot nu toe werden plastic artikelen veelal geplakt of genaaid. Tegenwoordig worden plastic lagen met behulp van zogenaamde hoogfrequente lasapparaten met elkaar verbonden. Zo ontstaan onder de pers allerlei artikelen zoals bijvoorbeeld etuis, waarvan de gelaste naden bijzonder sterk zijn. De industrie heeft ook apparaten geconstrueerd waarmee men de sterkte van verpakkingsmiddelen kan meten. Interessant is de machine waarin suikerwaren automatisch in papier worden verpakt, zoals bijvoorbeeld toffees. De vertraagde opname laat zien hoe ze één voor één in een papiertje worden gedraaid. Even fascinerend is ook de tablettentelmachine die ieder buisje automatisch met het juiste aantal tabletten vult. Het is een van de vele ingenieuze constructies die er op deze tweede verpakkingsbeurs te zien waren.